Goedenavond kijkers. Vandaag presenteren wij de eerste aflevering van het programma Ontwikkelingsforum. Dit is een platform waar we met alle beschikbare kennis het ontwikkelingsvraagstuk van Suriname, maar ook van omliggende landen en de internationale wereld belichten. Waarom dit programma? Internationaal, maar ook nationaal is er een enorme informatiekloof. Ook is het ontwikkelingsdebat de laatste decennia steeds verder gaan verarmen. Het woord ontwikkeling wordt maar al te vaak zonder een goede fundering in de mond genomen. Daarom is Ontwikkelingsforum ook bedoeld om deze informatiekloof te helpen dichten. En via een dialoog informatie over ontwikkeling, maar vooral inzichten, toegankelijk te maken voor het publiek. Het thema vandaag is Suriname in het spanningsveld van bos, olie en water. En we hebben aan tafel drie deskundigen. Rudy van Kanten, gespecialiseerd in agroforestry, bosbouw. Sieuwnath Naipal, gespecialiseerd in water en klimaatverandering. En Rudolf Elias, civiel technisch ingenieur. Maar ook zekere deskundigheid op het gebied van aardolie, mag ik zeggen. Heren, om met het kiezen van een gebalanceerde ontwikkelingsrichting in huis te vallen, wil ik een burger citeren die ik in Guyana tegenkwam. En ik citeer. Hij zei, wij baden straks in olie, gezegend met zoetwater en omringd door een enorm mooi bos. Dus aan jullie de vraag, laten we beginnen bij Rudy. Wanneer we uitgaan van ons bos, wat moet er eigenlijk gebeuren om Suriname op een gebalanceerd ontwikkelingspad te brengen? Met duurzaam behoud van natuur, cultuur en leefmilieu. Kijk, als je moet kijken naar je sterkte. Suriname is het meest beboste land ter wereld. Dus we hebben bijna 93% van ons landoppervlak is bedekt met bos. Maar dat is dus een asset, maar aan de andere kant moet je ook kijken, dus de mensen die in het bos wonen en moeten werken en ook de mensen die toegang hebben tot het bos. En daar zit het hem in, als je in je ontwikkeling ga je dus ook het bos van ons was vrij ontoegankelijk. Dat is een van de hoofdredenen waarom we nog 93% hebben. En nu vindt er een proces plaats waarbij er komen nieuwe wegen, bijvoorbeeld de weg naar Atsjoni, Poesugruno, waardoor het bos ook toegankelijk wordt. En daar komt het belang van een duurzame houtkap en houtoogst. Dus we moeten die balans zien te vinden dat het beter toegankelijk bos nog beter dan vroeger wordt gebruikt. Dit brengt me meteen op, Rudolf. Het bos is toegankelijker geworden, niet alleen door meer houtkap, door goudmijnbouw, maar ook door onze olievondsten in het Saramaka-gebied en daarna de oprichting van Staatsolie. En vandaag is Staatsolie opgericht, 1980, op het punt om nearshore en offshore eigenlijk te kijken naar de mogelijkheden om Suriname op een ontwikkelingspad te brengen. Dus Rudolf, ook aan jou de vraag van wat moet er gebeuren, rekening houden met eigenlijk duurzame natuur, cultuur en een gezond leefmilieu. Als we kijken naar al die exploraties die er nu gaande zijn en hoe zie je eigenlijk Suriname op een ontwikkelingspad, weet je, tegen de achtergrond van dus de exploraties en mogelijke olievondsten? Ja, goeie vraag. Het is ook een vraagstuk, denk ik, die in de hele wereld speelt. Het vraagstuk wat in de hele wereld speelt is eigenlijk het energievraagstuk. Ik zeg altijd, er zijn ongeveer 8 miljard mensen op de wereld, maar slechts de helft van de mensen die geeft toegang tot de energie die wij hebben. En als je geen toegang hebt tot energie, dan blijf je achter. Je blijft heel ver achter. Je hebt geen transportmogelijkheden, je hebt geen ziekenhuizen, je hebt geen airconditioning, je hebt geen licht. Je hebt een heleboel dingen niet, die we als mens heel graag willen. Dus het is eigenlijk een utopie om te zeggen, we stoppen met het maken van energie uit hydrocarbons, dus uit kolen, olie of uit gas. Ondanks het feit dat we weten dat het ook heel veel kwaad doet. We moeten dus met z'n allen, denk ik, heel goed nadenken over onze toekomst. En ik denk dat olie daar een heel belangrijke rol in gaat blijven spelen. Misschien nog wel 100 jaar. Als je luistert naar de verschillende specialisten, dan zeggen ze bijvoorbeeld bij Equinor, die is erg positief daarover. Die zegt, de vraag naar olie gaat toenemen tot 2035. En daarna gaat die heel langzaam afnemen richting de toekomst. Als je luistert naar Exxon, dan zeggen ze, nou, wij denken dat de vraag naar olie en olieproducten gaat blijven toenemen tot 2050, 2055. Hoe je het ook draait of keert, de vraag naar energie gaat toenemen. En ik denk dat het voor oliebedrijven heel belangrijk is dat wij meedenken en dat we in het forum blijven zitten om mee te denken over hoe we de transitie kunnen maken naar dat pakket van energie wat de wereld te bieden heeft. En dat wij, omdat we het geld hebben, we hebben de know-how, we hebben de mensen in huis die goed kunnen nadenken daarover, om die transitie te kunnen maken tussen olieindustrie en renewables. En dan praat ik over zonne-energie, maar ook over waterkracht en ook over windenergie. Gewoon de schone energievormen, om ervoor te zorgen dat we in de wereld meer energie blijven produceren. Aan de andere kant ook dat we leren om spaarzaam om te gaan, hè, met onze energie. Want dat vergeten we ook heel vaak in het spectrum. Mensen moeten leren om wat zuiniger om te gaan met energie. Duidelijk, maar jullie het woord, ja, water natuurlijk ook even vallen. Sieuw, we zitten midden in de territoriale wateren. En de resources, de oliebronnen op het continentaal plateau van Suriname en Guyana, die worden geschat op, ja, de grootste of op één na grootste bronnen in de wereld. Er zijn een heleboel discussies erover. Maar het citaat van die burger was duidelijk. Weet je, we baden in olie, we worden gezegend door zoetwater en omringd door bos. En jij bent de waterman. En hoe zie jij eigenlijk dit spanningsveld als het gaat om zoetwater en de positie van Suriname? En dan maar eens beginnen. We hebben zojuist gehoord over de positieve kant allemaal. Hè? Hoe goed allemaal kan gaan en hoe noodzakelijk het is allemaal. Maar de andere kant moet je ook bekijken. Hydrocarbon is de basis van de CO2-uitstoot. En CO2-uitstoot neemt met de dag toe. De concentratie is zodanig hoog dat we niet kunnen bedenken waarnaartoe het allemaal gaat. Alle nieuws die je leest en die je krijgt, heeft te maken met hoe catastrofaal allemaal is. U heeft het ook gehad waarschijnlijk hoeveel schade jaarlijks, bijna dagelijks wordt geleden wereldwijd. Ook in Suriname hebben we daarmee te maken. Wanneer de temperatuur omhoog gaat, en hij gaat nu omhoog, afgelopen eeuw was het 0,6 tot 0,8. Nu zijn we al 1,1 graden ten opzichte van de pre-industriële tijdperk. Dus het gaat allemaal hoog. Hoge temperatuur betekent meer verdamping. Dat betekent dat onze resources steeds meer achteruit gaan. Het zeewater, dat is zeewater, hè? Dat verdampt wel, maar daar hebben we weinig op. Maar met verhoogde temperatuur heb je te maken met een verhoogde zeespiegelstijging. Met te maken met grotere golven, met winden. Het is allemaal omgekeerde beeld van wat ontstaat als gevolg van te veel CO2-uitstoot. En gassen die in feite veroorzaken dat de afkoeling van de aarde niet plaatsvindt zoals het moet plaatsvinden. Met als gevolg dat we op deze traject zijn beland. En als je deze traject doortrekt, en het is geen rechte lijn, het is een curve. Het is een exponentieel pad die we zijn opgegaan. En daar hebben we heel veel te maken. We hebben gaatbos, we hebben bergbos. Wat bedoel je met dat exponentieel pad? Dat betekent dat exponentieel de temperatuur stijgt. Dat is niet dat het vandaag of dit jaar met zoveel gaat gestegen, volgend jaar precies zoiets, maar het gaat toenemen. Dus hij is op een versnelde pad beland. En met het steeds meer CO2-uitstoot, omdat onze energie gebaseerd is op hydrocarbon, ga je nog steeds meer CO2 uitstoten. Dus de taak is nu meer dan ooit om over te stappen naar een zoveel mogelijk renewable. Zodat wij, zoals we gezegd hebben, ook de Paris-agreement in feite kunnen halen, doelstelling daarvan, hè? Dus 1,5 graden. Liever 1,5 graden, maar we moeten bij 2 graden zitten. Zodanig dat al deze negatieve ontwikkelingen die versneld van plaatsvinden, op het ogenblik verminderd wordt, zodat we het aan kunnen. Oké, heel duidelijk. Maar nu even naar Rudy en Rudolf. Ja. Rudy, zie jij ook die negatieve uitstoot en ook die exponentiële curve van CO2-uitstoot? En wat, als het zo is, wat valt er tegen te doen? Kijk, ik wil toch even inhaken wat Rudolf zei, dat je moet zuinig en rationeel omgaan. Dus zo goed mogelijk met de beschikbare hulpbronnen. En als je kijkt naar het bos, die heeft een, het is global, dus we dragen een beetje bij. Wij zitten aan de goede kant wat het bos betreft. Want je hebt biodiversiteit, dat is het leven. Als er geen bos is, is er ook geen leven. Maar wat je ook hebt, is dat het bos heeft een belangrijke functie bij de watercyclus. Dus het bos zorgt ook voor regen, het absorberen van water, hele watercyclus, bescherming ook van de kustvlakte. Maar dan wil ik nu komen op het CO2. Dus inderdaad, zeg maar globaal is het probleem van die CO2-uitstoot is eigenlijk dat de wereld als geheel te veel energie gebruikt, toch? We consumeren gewoon te veel. En om dat naar een, laat maar zeggen, die exponentiële stijging waar Sieuw het over heeft, om dat terug te dringen, daarvoor moet er heel wat worden gedaan. Maar het bos zou de bijdrage erin kunnen leveren, in die zin dat het bos houdt ook CO2 vast. Dus Suriname is een, sommige mensen zeggen zelf een carbon negative country, dus een land die meer koolstof vasthoudt dan het uitstoot. En dat is een bijdrage die we leveren aan de wereld. Maar we zijn zo klein, toch, dat je toch een veel grotere verandering zou kunnen hebben. Dus we kunnen hooguit het goede voorbeeld geven. Oké. En Rudolf? Ik kan voor 100% achterstaan wat professor Naipal zegt. Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is, dat heb ik ook in het begin aangezegd, dat we meedenken en dat we in het forum zitten als olieproducerend bedrijf en ervoor zorgen dat we met het meedenken aan carbon capture, dus hoe kunnen we de carbon die we maken met de opwekking van energie ook weer vasthouden, hoe kunnen we het opslaan, hoe kunnen we het vasthouden. Daar zijn technieken voor, maar die technieken worden nog niet voldoende gebruikt. Maar vooral om ook mee te zitten in het forum van hoe kunnen we die energie zuiniger maken. Dus we moeten ook wat meer gaan denken in de efficiënties van het maken van energie. En hoe kunnen we die transitie naar renewables veel meer beter maken in een dusdanige vorm dat we dezelfde hoeveelheid en meer, omdat ik denk dat de vraag naar energie in de komende 50 jaar enorm gaat stijgen. En dat komt omdat een heleboel meer mensen toegang krijgen tot energie. Wat ook goed is, want energie betekent ontwikkeling. En ontwikkeling betekent welvaart voor een heleboel mensen. En als ik kijk naar, nogmaals, naar China en naar India, daar wonen 3 miljard mensen. Die mensen gebruiken nog geen 10% van de energie die wij gebruiken. Dus als die mensen dezelfde hoeveelheid energie gaan gebruiken als wij gebruiken, wat ik niet denk hoor, dat ooit gaat gebeuren, omdat we veel energiezuiniger leren omgaan met energie. Maar dan moet je wel de incentives brengen om dat te doen. Dus ik sta er van 100% achter dat we ons moeten realiseren dat dit gebeurt in de wereld. Maar ik denk ook dat we als oliebedrijven veel meer in het forum moeten gaan zitten, waarbij we meedenken over hoe gaan we die transitie op een zo snel mogelijke manier laten plaatsvinden. En hoe gaan we ervoor zorgen dat we bij de mensen zelf de efficiëntiegedachte erin brengen. Dus dat ze zelf zich beseffen dat ze onderdeel zijn van het probleem wat we over een, misschien wel over 5 jaar, misschien over 10 jaar, misschien over 30 jaar hebben. Doordat we vandaag te veel energie gebruiken en doordat we vandaag te veel carbonenergie gebruiken. Ik bedoel, als je kijkt naar wat de energie vandaag kost door het op te wekken met gas of door het op te wekken met olie en wat het kost om het op te wekken met renewables, maar dan ook sustainable met renewables, dus ten alle tijden dat je voldoende hebt, dan zie je dat het prijsverschil nog navenant is. Maar dat is niet het enige wat het nog erger maakt, is als je nu het gaat subsidiëren, dan maak je het voor de mensen nog moeilijker om naar renewables te gaan. Dus je moet de hele gedachte van het efficiënter worden begint bij ervoor te zorgen dat je betaalt wat de energie kost. Want als je betaalt wat de energie kost, word je automatisch efficiënter. En als je efficiënter wordt, ga je automatisch minder gebruiken. Maar kan je ook veel meer overschakelen naar renewable energies. Ja, heel, heel belangrijk wat je zegt, maar ik breng me even op 2 punten. Eén is het forum. Toch, dus hoe kan Suriname als klein land, weet je, met naast ons Guyana, eigenlijk goed ingang vinden in dat grote internationaal forum? Dus wat ik hierin wil zeggen, kijk, we zitten op het Guyana Shield. En we zijn dus hele kleine spelers. We zijn, als je in Brazil komt, dan praten ze over, weet je, vertaald uit het Portugees, de onbekende landen. En dan bedoelen ze eigenlijk Guyana, Suriname en Frans-Guyana. En de vraag is van, als er eigenlijk een explosie komt van, laten we het zo zeggen, van olie, olievondsten en exploitatie van olie, hoe gaan we eigenlijk met die gewijzigde veranderingen, want je gaat daar veranderingen krijgen, geopolitiek, geo-economisch, weet je, we gaan een belangrijke rol vervullen te midden van eigenlijk de grootmachten. En die grootmachten zijn de Verenigde Staten aan de ene kant, Brazilië onder ons en de Chinezen die eigenlijk ook steeds verder penetreren op het Zuid-Amerikaans continent en het Caribisch gebied. Dus misschien kan ik beginnen met Sieuw. Hoe zie je eigenlijk die mogelijk gewijzigde verhouding en wat zou Suriname moeten doen? Kijk, u zegt Suriname, Guyana Shield is een klein land, een kleine speler. Ik ben niet toegedaan. Het gaat nu om, we zijn samen op dezelfde blauwe planeet. We moeten bijdrage leveren, hoe klein dat ook is. En misschien is het een voordeel dat we klein zijn, maar een goed voorbeeld kunnen geven. We zijn wel carbon negatief, maar onze carbon footprint is zo groot. Iedereen rijdt wagen bijna hier. Je kan niet zonder wagen. We hebben geen als zodanige openbaar transport. We fietsen bijna niet, we lopen bijna niet. We zitten alleen maar in de wagens. Dus onze carbon footprint is zo groot. Als mens zijn we erg vervuilend bezig. Maar terug op uw vraag. Dus, wat wij moeten gaan doen, er is geen tijd meer over. De meer we trekken op het pad van fossil fuels, de meer we gaan uitstoten, de verder we geraken in het spiraal. En als we over de hill zijn, over de bergtop, dan zit bijna niets meer te doen. Dan heb je alle barrières overgesprongen en dat gaat allemaal bergafwaarts. En dan hebben we een probleem. Je moet ervoor zorgen en kijken, ook meedenken. Inderdaad, wat u daar zegt, ben ik het met u eens. Ik wil graag in uw forum gaan zitten om ervoor te waken dat er zo ver komt dat we Paramaribo moeten gaan verhuizen. Want dan zijn de kosten zodanig groot dat alle economie van ondersteboven gegooid wordt en daar heb je geen tijd meer over. Dus als we veel olie vinden, dan denken we dat we dus lui gaan luieren, achterover gaan zitten en niets meer gaan doen. Nu is de tijd om de kennis en kunde in plaats te stellen, onderwijs te hervormen, de richting te geven dat je over 10 jaar daar staat. We hebben maar 10 jaar en 5 jaar over, niet meer. Anders ben je over de hill. En u weet het ook, dat eenmaal het water warm is geworden, de zee. We zijn allemaal omringd door water. En we drijven op het water. Als het water helemaal heet is geworden bij zo'n praten, dan is er geen kans meer. Dus vandaar dat het belangrijk is dat u aangeeft. dat we zo snel moeten overslaan en overgaan naar renewables. Ik ben het met u helemaal mee eens. En renewable wordt goedkoper met de dag, omdat de batterijbanken dus steeds meer efficiënter worden. En als u daarmee verder gaat, dan ziet u dat op den duur olie produceren met al die pijpleidingen, met alle soort terroristische attacks enzovoort. Je weet het ook heel veel van. Als een pijp wordt doorgeblazen enzovoort, dan is het alles klem weer. Dus terwijl renewables echt op site specifiek in feite is. Dus de voordelen zijn heel veel en daarom moeten we overgaan naar een meer duurzame situatie. Okay. En dat is waarom. Maar hoe zie je dan, want we hebben het over de hernieuwbare energie, transitie, akkoord. Maar wat doen we met niet het zeewater, maar het zoetwater? Want kijk, Suriname staat ook heel hoog aangeschreven internationaal als het gaat om onze zoetwaterbronnen. Dus in dat spanningsveld, wat zijn de mogelijkheden om ook eigenlijk ontwikkeling teweeg te brengen dus met onze zoetwaterbronnen? Een van de zaken is dat bij hoger wordende temperatuur open water snel verdampt. En dan heb je niets meer, want onze waterbronnen zijn afhankelijk van de neerslag. En als je de logische cyclus daarmee ook gaat veranderen, dan heb je een probleem. Dat tweede punt wat hij heeft aangehaald, Rudy, het bos wordt nu meer en meer opengekapt, het wordt dunner. Het is vatbaar voor vlammen. Nu niet, omdat we heel veel vocht hebben. U weet, slash and burn passen we nog steeds toe, maar onze bossen blijven intact. Omdat ons bos nog heel veel vocht heeft. Maar als je doorheen nu gaat ontbossen, hout gaat uithalen, wordt die verdund. Zonlicht gaat verder penetreren, droogt verder uit, wordt brandgevaar groter. Waardoor het hele cyclus waarover het heeft kapot gaat. Minimale waterstand in de rivier gaat nog minimaler zijn, waterstroming gaat stoppen, vervuiling gaat toenemen en de hele ziektesituatie gaat ontstaan. Dus u moet, kijk, ik ben van water, je moet begrijpen, ik denk in de termen van dynamica en geen statica. Dus, maar hoe reëel is dat? Dus misschien even naar hoe reëel is dat? Dus het gebeurt al in overal, inclusief Australië, een van de rijke landen. Het gebeurt in de United States, het gebeurt in Afrika, Brazilië. Overal gebeurt het. Ja. En neemt toe naar de dag. Maar hoe reëel is het voor Suriname? Want Rudy had het over 93% bosbedekking. En we zijn het meest bosrijke land ter wereld. Ja. En Rudy, tegelijkertijd daarna, hoe is het met eigenlijk met de kaalkap in Suriname? Want er zijn ook discussies over dat die 93% niet klopt. Als je dus aftrekt, weet je, dus de oppervlakte van het stuwmeer. En eigenlijk de statistieken die niet naar boven komen over de, wat zullen we de kaalkap? Ja, het heeft allemaal met management te maken. Inderdaad, de 93 is een beetje, het kan een verkeerde indruk geven. Omdat we hebben het over bos van de FAO-definitie. En dat is als je een oppervlak hebt waar 10% van het oppervlak bedekt is door boomkronen, dan is het al het bos. Dat volgens die definitie. Dus wat belangrijk is, is je hebt nu een probleem. Dit is het eerste jaar, dus 2018, dat Suriname meer dan 1 miljoen kubieke meter rondhout heeft geproduceerd. Helaas, een groot deel wordt geëxporteerd, dus je haalt niet de toegevoegde waarde eruit. En het grootste deel van het hout wat nu wordt geoogst, vindt niet op de correcte wijze plaats. Dus wat Sieuw zegt, professor Naipal, is dat je eigenlijk bezig bent je bos te verarmen. Ik wil het toch even link maken naar die bosbranden. Inderdaad was er, dat was waarschijnlijk voor onze tijd, maar in 1964 was er dus een bosbrand in Suriname. En toen heeft men, je had ook het El Niño-effect, dus om een zekere hoeveelheid jaren kan het gevaar terugkomen. En toen had je bruinzeel, dus die hebben in 1976 een hele taskforce gemaakt om te voorkomen dat er weer een bosbrand zou komen. Dus eigenlijk is dat van bosbranden niet eens zo ver, dus we zouden ons als land toch een beetje moeten voorbereiden. Wat zou er kunnen gebeuren? Toch als je een bepaalde droge situatie heeft, als misschien de kleine regentijd nauwelijks aan de orde komt, zou je een probleem kunnen krijgen. Dus het gaat over het management van het bos. En dan wil ik toch nog eventjes een slag, want ik wil toch even het hebben over de scallions. Je hebt namelijk een fenomeen ook dat je die met de scallions, dus als je bos, bij bosbeheer mag je tot 50 meter van de kust mag je geen bomen weghalen omdat je de rivieroever verzwakt. Maar anderzijds heb je nu een situatie dat er goud wordt gewonnen en graafmachines een deel van de kust afgraven voor de goudwinning. Dus het beheer van onze natuurlijke hulpbron, bos, rivieren, die moet beter zijn. En dan, als er nog tijd is, wil ik een stap maken naar, ik wil nu de link leggen. Het grootste deel van de Surinamers wonen aan de kustvlakte. En daar niet alleen het bos, maar ook de bomen kunnen een rol spelen. En als je Paramaribo bekijkt, het wordt eigenlijk steeds warmer in de stad. Wij doen metingen, dat is Tropenbos Suriname. En op bepaalde tijden van de dag is het 41 graden op bepaalde plaatsen, toch, waar je veel beton hebt. En dat kunnen we ook enigszins tegengaan door een beter, dus urbaan groen. Als je bomen op strategische plekken plant, dan ga je automatisch, het leefgenot neemt toe, maar je gaat ook minder energie gebruiken. En dat heeft allemaal met planning te maken. Ja, nee, heel duidelijk. Als we kijken naar mogelijke oplossingen, zeker naar het beleid toe. Weet je, wat zouden we kunnen doen met de kennis die er is, toch de kennissector, om eigenlijk die vertaalslag te maken naar het beleid, naar de politiek en naar de samenleving. Voor al deze eigenlijk mooie voorstellen met betrekking tot het vasthouden van CO2, urbaan groen, hoe noem je het, renewable energy. Wat zouden we moeten doen vanuit de kennissector om eigenlijk dit ingang te laten vinden bij de samenleving en de politici? Rudolf. Ik denk dat dit programma al de eerste stap is. Ik praat steeds over het forum. Met het forum bedoel ik dat je niet eng moet denken in datgene wat je op dit moment aan het doen bent. Dus je moet niet eng denken alleen aan water of alleen aan bos of alleen aan olie. Maar dat je juist in een brede maatschappelijke discussie ervoor moet zorgen dat we de juiste stappen nemen. Maar dat we ook het juiste voorbeeld geven aan de rest van de wereld. We zijn klein, helemaal mee eens. We moeten kijken wat de rest van de wereld doet. Helemaal mee eens. Maar ik blijf erbij dat wij ook als Suriname zijn, ondanks dat wij dat we klein zijn en vaak moeten volgen wat er gebeurt en vaak moeten leven met de gevolgen van wat de anderen doen, dat we toch een voorbeeld voor je kunnen zijn. En we zijn het groenste land van de wereld, hoe je dat ook draait of keert. We zijn een olieproducerend land en we hebben bosbouw. Ik hoop dat als we olie vinden dadelijk dat stopt. Maar het is ongelooflijk belangrijk dat we als forum blijven praten en dat we ver vooruit denken, zodat onze kinderen en onze kleinkinderen wel kunnen leven in dezelfde omstandigheden als wij. Ja. En hoogwaarschijnlijk hebben we dat niet helemaal zelf in de hand. Maar ik vind wel dat we door het creëren van zo'n forum en door het creëren van ook programma's als dit, dat is ook de reden waarom ik gelijk gezegd heb, daar wil ik wel aan meedoen, om de bewustzijn bij onze kinderen en onze kleinkinderen te vormen. Nu al, dat we niet naar de winkel moeten gaan en onze spullen steeds in een plastic zak en in een foambak en iets moeten doen wat misschien wel 100 miljoen jaar duurt voordat het is afgebroken. Maar dat we ons dat steeds meer gaan realiseren, dat we niet in de auto stappen alleen en rijden van A naar B, maar dat we ons realiseren dat misschien als je met z'n tweeën rijdt, dat je plotseling maar de helft van de hoeveelheid energie gebruikt. Maar als je goed openbaar vervoer hebt, dat je plotseling maar een 20ste van de energie nodig hebt om van A naar B te gaan als mens zijnde. Ja. En die bewustwording en dat proces ga je alleen maar op gang helpen als je het in breed maatschappelijk verband bespreekt. Oké, keurig. En Sieuw, misschien van jou nog tenslotte. Ik denk inderdaad heel belangrijk is om te praten. Heel belangrijk is om informatie te delen met u, te begrijpen waarover het gaat, maar ook te accepteren dat welke richting op dit ogenblik de ontwikkeling gaat. Ook belangrijk is dat de beleidsmakers ook getraind worden om zaken te accepteren. Het gaat om de acceptatie, het gaat ook om wat er gebeurt, het gaat om de milestone, het gaat om de meting, het gaat om al die zaken, reflecties die plaatsvinden in de maatschappij. Welke richting het gaat op en wat gaat ermee gebeuren? We hebben geen roadmap, we weten niet welke richting moeten we allemaal opgaan. Elke politieke partij heeft een ander programma uit van praten. Het is een en dezelfde wereld, we zullen een en dezelfde environment blijven. Hè? Dus je mag rijk zijn, maar als je tussen de armen leeft, dan heb je ook een probleem. Je mag je huis zijn, maar de environment vervuild is, daar heb je ook geen zicht op. Of leuk vinden om daar te wonen. Wat ik wil aangeven, de technieken zijn er. De kennis is er. Met de huidige kennis die we hebben, zijn we in staat om naar een goede richting op te gaan. Maar dat moet eerst geaccepteerd worden. We moeten dit aannemen en doorgaan. We moeten dit milestone uitzetten. En voor de toekomst, want nu weten we, u weet wat er, en ik word ook, wij allemaal bij ons aan praten, maar we moeten doen niets. Dat is het probleem. Er zijn dus drie groepen van mensen die in feite ontkennen. Eén die zegt van luister, dit bestaat in feite niet. Twee die zegt van het bestaat wel, maar het is afhankelijk van de natuur. En derde zegt ja, het is de mensen de oorzaak, wij accepteren het, maar dat doet niets. Ja. Okay. En dat is het probleem. Ja, en het laatste groep is een grote. Dus wij moeten ervoor zorgen dat wij acties ondernemen en nu begint werk in deze richting. Ja. Daar gaat het verder niet om. Oké, maar het is heel goed dat je dit zegt. Want kijk, neem als misschien als een mooie case, CELOS management, bosmanagement systeem is decennia geleden uitgedacht. En Rudy, misschien kan je dat als case bespreken van hoe kan je met dat systeem van eigenlijk bescherming en behoud van je bos eigenlijk toch die vertaalslag maken naar politici. Want volgens mij wordt dit in principe niet heel breed toegepast in Suriname. Ja, dus het CELOS management systeem staat ook al bekend als het Suriname management systeem. Dus iedereen eigenlijk in de bosbouw, tropische bosbouw, weet van het systeem. En dat komt er eigenlijk op neer als je een hulpbron bos hebt. Is net als wanneer je haar op je hoofd knipt. Als je het regelmatig knipt, gaat het ook goed groeien. Behalve als je kaal bent, natuurlijk. Maar zo is het ook met het bos. Dus de productie van het bos kan je juist stimuleren door af en toe op de juiste wijze een paar bomen eruit te halen. Ook op de juiste wijze uit te sliepen. En het CELOS management systeem houdt in dat je hout oogst en zorgt dat die jonge bomen weer gaan groeien, zodat je na een poosje, in het Surinaamse geval is het 25 jaar, het kan ook na 40 jaar, dat je weer terugkomt om weer hout te oogsten. Als we dat systeem, als we goed dat controleren en dat toepassen, dan zou die 1 miljoen kubieke meter rondhout geen enkele probleem zijn, maar dan moet je tegelijkertijd werken aan het verwerken van het hout. Dus misschien heb je dan aan 500.000 kubieke meter meer dan genoeg en je verdient 5 keer zoveel, omdat je waarde toevoegt. Je bedoelt die 1 miljoen kubieke meter die dus eigenlijk voor een groot deel wordt geëxporteerd. Oogst minder, maar zet wat technologie erop, gaat verwerken en dan verdien je veel meer eraan. Ja, oké. Ik denk dat we nu komen aan het eind van dit programma. We hebben gezien dat er die oplossingen liggen er voor een deel voor de hand. Maar het blijft natuurlijk ook een vraagstuk van keuze. Er is een spanningsveld tussen eigenlijk onze belangrijke resources. En dat zijn inderdaad bos, olie en water. En het is zaak dat we eigenlijk een gebalanceerde oplossing vinden om een duurzaam pad voor ontwikkeling uit te stippelen voor Suriname. We kunnen dit samen doen, maar dan moeten we inderdaad ook in rekening brengen de pijlers voor ontwikkeling. En de pijlers voor ontwikkeling zijn nu eenmaal participatie. Dat betekent dat je eigenlijk brede participatie moet hebben. Niet alleen van mensen die kennis hebben, maar ook van mensen binnen het beleid en de samenleving. Ten tweede is een belangrijke pijler duurzaamheid. Dat je eigenlijk streeft naar behoud van jouw natuurlijke en culturele diversiteit. En in de derde plaats is belangrijk dat je eigenlijk ervoor zorgt dat ook de verdeling van wat je eigenlijk produceert. En dat geldt natuurlijk heel mooi, zoals Rudolf het zegt, voor energie. Dat eigenlijk die energie die geproduceerd wordt ook steeds gelijkelijker wordt verdeeld, maar ook efficiënter wordt gebruikt. En ik denk dat als we efficiënter omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen, dat we als mens en als leefgemeenschap eigenlijk ook duurzaam ervan kunnen profiteren. Dit was Ontwikkelingsforum. Dank voor uw aandacht en tot de volgende keer.